hadden we Bruce Brouwers uit Zandhoven. Bruce Brouwers, hallo. Hallo Peter. Bruce Brouwers, jij had iets grappigs. Ik ben benieuwd hoor. Dames en heren, leg eens alles neer. Ja. Bruce heeft iets grappigs. Ja, ben klaar. Ik had deze morgen een filmpje gezien. Ja? Van Wacht eens even. Moet jij er allemaal... van Wacht eens even. Moet jij niet zitten blokken? Ja. Je bent 17 jaar en je examens, ja, zijn ze goed gegaan al? Zijn ze al goed gegaan? Ja, heel goed. Ja, dat kan je nu wel zeggen, maar is dat ook wel zo? We zullen wel zien, hè, als de buizenboot niet langskomt. Ja. Ah. Maar goed, we wijken af natuurlijk. Je hebt iets grappigs gezien. Allee, vertel eens. Wat heb je gezien? Ja, een scène in het toilet. Ja. En dan kwam er ineens een homo-agent binnen. Ja, ga door. En ja, een heel homofiel type. Heel Jeannette. Niet schelden, niet schelden. Dat is Jeannette. Nee. Jeannette moet je niet op de radio zeggen. Dus een homofiele agent, ja, inderdaad. Ja, met een heel strak gekamde bles. Ja, ja, ja. Een leren broekje, als ik me niet vergis. Hij had leren pijpen, dat is waar, ja. Uh-huh. Ja. En, maar een hele kleine bobbel in zijn broek maar. Oh, gast. Ik zal je eens iets zeggen. Ja, ik dacht dat hij toch iets weg had van een presentator met een ros snortje. Dat is waar. Dat ding is... Oh man, dat is zo oud. Ik denk dat is ouder dan mezelf, denk ik. Nee, dat moet... Ik denk 1999 of zo geweest zijn. Dat was inderdaad een scène. Ja, dat is redelijk oud. Een wacht eens even scène. En volgens mij, die bobbel die ze in mijn broek gestoken hebben, dat volgens mij was dat met een extra schelpje zelfs. Om het allemaal wat groter te laten lijken ook. Ja, legendarische scène. En elk jaar wordt dat herhaald. En elk jaar krijg je dan nog altijd reactie op. Maar goed, gelachen wel. Ja. Topserie trouwens, hè. Wacht eens even. Ja. Absoluut. Tijd om te vertrekken. Alleen een beetje rapper. Eindelijk. Op mijn leeftijd gaat het allemaal zo rap naar meer eens op, dus. Sorry, meneer. En? Gaat het? Oh, niet echt, nee. Zijn we? Ja. Even mijn handen wassen. Je wilt toch nog meegaan, hè? Ja, ja. Ja, natuurlijk, hè. Want ik zou het begrijpen als je hier bleef. Wat, hè? Luister, Steve, ik wil niet tussen u en uw vrienden komen. Het is misschien beter dat je nog een beetje hier blijft. Meent je dat? Nee. Maar wat dan nog? Echt? Neemt gerust uw tijd. Je kunt later nog altijd afkomen. Jij hebt een deal, joh. Zeg, en mijn ticket?